Rotganzen. Een typisch geluid. Eindelijk, het Waddengebied. Na een lange tocht uit het ijskoude Noord-Siberië komen ze in oktober aan. Dan is Nederland een perfecte plek voor rotganzen om te overwinteren. Er is voedsel in overvloed. Rotganzen zijn typische watganzen. Ze overwinteren het liefst dicht bij de zee. Daar zoeken ze als echte grazers naar geschikt voedsel. Op het natte wat eten ze bij laagtij wieren. En bij hoogtij vliegen ze naar de kwelders. Hier staan lekkere kwelderplanten, zoals het zeeweegbree en kweldergras. Maar hazen in de kwelder eten dezelfde planten. Je zou denken dat is onhandig, die concurrentie. Integendeel. Hazen houden deze planten juist kort. En rotganzen zijn juist dol op korte grassen, want die zijn eiwitrijk. Zo faciliteren de hazen de rotganzen. Als het voedsel opraakt op de kwelders, wijken ze uit naar landbouwgrond. Voor boeren soms een probleem. Het behouden van de kwelders en daarmee ook de vegetatie is dus belangrijk. Voor de rotganzen is het Waddengebied van levensbelang. Daar vinden ze de broodnodige energie om een lange reis te kunnen maken. Eind mei vertrekken ze weer richting Noord-Siberië, om daar hun jongen groot te brengen.